Hallo en welkom in deze nieuwe week van de challenge. We zijn nu in week 2. En ik ga het hebben over een aantal dingen die ik heb gedaan deze week. Natuurlijk ook komen er weer heel veel tips en andere dingen tevoorschijn. Ik ben er ook! Hoe was jouw week deze week, Jola? Leuk. Heb je veel gesport? Ja. Bart niet mee. Als eerste, je moet goed opstaan. En als tweede, je moet goed sporten. Daarna. En als derde, na het sporten, moet je goed eten in de avond. En na het eten moet je goed slapen. Dat zijn inderdaad de allerbelangrijkste dingen. En dat zijn we aan het doen in deze challenge, hè? Ja. Voor de zomer. Ik heb jullie vorige week als tip meegegeven om te beginnen met een planning. Mijn planning zag er als volgt uit en zo heb ik deze ook nageleefd. Maandag begonnen met krachttraining. Dinsdag yoga gedaan, woensdag weer krachttraining. Donderdag yoga, vrijdag een rustdag, zaterdagochtend weer krachttraining. Maar omdat ik ook rekening moet houden met mijn rusttijd, omdat ik zowel mijn billen, benen, buik en rug train en verder geen andere spiergroepen hoef te trainen, hou ik ook genoeg rust tussen de krachttrainingen in. En dan natuurlijk mijn voeding, dat is een beetje verschillend geweest en ik vind het nogal moeilijk om van de hele week alles op te schrijven. Maar dit is in ieder geval ongeveer één dag en wat andere dingetjes zoals het weekend, zodat jullie zien wat mijn afwisseling in voeding is. En dan natuurlijk ook je eiwitshake voor na het trainen. Vergeet die niet. Je hebt van die zakjes, je hebt ook gewoon bakjes waar je je eiwitten in kunt doen. Die gooi je erin, water erbij en hup, het is weg. Tenzij je natuurlijk gewoon dicht bij huis bent, dan kun je het thuis doen. Maar ik heb hem eigenlijk altijd bij me. Ik drink hier ook gewoon mijn water uit tijdens het trainen. Omdat het zo lekker groot is en ik altijd heel veel drink. Dus vandaar. En misschien heb je het al eens vaker gehoord. Sport zo vroeg als het kan. Dan blijft je lichaam de hele dag door verbranding houden. Dat is eigenlijk het allerbeste dat je kunt doen. Ik zeg niet dat jij saai in een sportschool moet gaan staan op een apparaat. Maar misschien... misschien kan je heel even naar buiten gaan om een stukje te hardlopen. Of misschien kan je wel gewoon de fiets pakken naar je werk. Ik ga bijvoorbeeld elke dag op de fiets mijn dochter naar school brengen. En dat is niet omdat ik geen auto heb. Maar gewoon omdat ik dan mijn beweging heb gehad. Even een paar keer die brug op en neer. En ik voel het wel weer. En het grappige is, als ik thuis kom, dan heb ik ook veel meer energie. Omdat ik eventjes dat stukje lekker gefietst heb. En dan moest ik me er even overheen zetten. Maar daarna voel ik echt... mezelf helemaal bruisen en lekker wakker. In week 3 gaan mama en Bart die gaan de helweek doen. En dat is van dit boek. En dat gaat over mental training. En dat je dus een week lang kei. En nog eens keihard je best gaat doen. Ja. Met alles, hè? Ja. Dus echt. Oké, ik ga de regels voorlezen uit het boek. De regels van de helweek. Start maandagochtend om 5 uur en stop zondagavond om 10 uur. Sta elke ochtend om 5 uur op. Ga elke avond om 10 uur naar bed. Dat geldt dus voor mij en Bart, hè? Voor jou zijn andere tijden. Werk de hele week extreem hard. Wees gefocust, bewust en plichtsgetrouw. Blijf trouw aan je plan. Wees ten alle tijden bewust van je modus en je focus. Wees je bewust van de verschillende rollen die je in de loop van de dag vervult. En vervul ze met glans. Yep. Probeer de hele tijd blij, positief en oplossingsgericht te zijn. Is waar. Wees daadkrachtig en proactief. Neem weloverwogen kwalitatieve rust. Yep. Besteed extra aandacht aan je kleding en je uiterlijk. En bij mij? Zwemles moet ik ook rustig aan. Laat alle privé aangelegenheden wachten tot de avond. Gebruik geen sociale media onder werktijd. Dus geen telefoons onder werktijd.
Ja. Beperk praatjes met collega's tot een minimum. Train minimaal 1 keer per dag en het liefst 's ochtends. Eet de hele week gezond en laat de tv uit. Yep. Alleen ik mag nog wel tv kijken. Als het mag. Want ik wil tv kijken. In de hele week wordt er geen tv gekeken, schat. Nou. Jammer, hè? Nee. 1 week. Kan je dat volhouden? Nee. Dat is super goed voor je. Gewoon 1 week. Oké, ik ga het proberen. Ja, natuurlijk. Je gaat het niet proberen, je gaat het doen. Wat dacht je daarvan? We zijn al helemaal voorbereid op de hele week. Het is nu zaterdag. Maandag komt deze video online en dan is tevens ook onze helweek begonnen. En dan ga ik daar natuurlijk een vlog van maken. Dus de volgende week dat jullie kijken naar de video van de challenge, zullen jullie een video te zien krijgen over de helweek. Deze zal ik in de laatste dag van de helweek editen en op maandag online zetten. Dus ik ga een week lang filmen. De video zal dus ook iets langer worden, denk ik, dan normaal. En ik neem jullie mee de hele week in. Ik hoop dat jullie wat aan de tips hebben gehad. Ik heb veel reacties gehad, vooral veel privéberichtjes. Ik zal het ook leuk vinden als jullie gewoon onder de video commentaar en vragen willen stellen. Want daar kunnen andere mensen dan in meelezen en die kunnen daar eigenlijk ook weer van leren. Die kunnen daar meer van leren dan dat ik privéberichten krijg. En het kost mij ook minder werk om te beantwoorden, omdat misschien staat jouw vraag er dan toevallig al bij. En dan kun je gewoon het antwoord daar al nalezen. Dus dat is ietsjes handiger. We zijn nu lekker aan het genieten van het zonnetje hier in Twiska. Het is echt heerlijk. Dit hoort echt wel bij de challenge. Want buiten dat je moet trainen en gezond moet eten, moet je natuurlijk ook gewoon echt ontspannen. Je lichaam rust gunnen. En natuurlijk mezelf helemaal aan het voorbereiden op volgende week. Dat is week 3 van de challenge. Maar buiten dat nog een veel bijzonderdere week voor mij. Een week lang. Elke ochtend om 5 uur gaat opstaan. Het begint met hardlopen, 10 minuten, om vol energie te komen. Op donderdagavond ga je de hele nacht doorwerken en de dag. Er zitten een aantal dingen aan vast waar je wat over hebt moeten voorbereiden. Het gaat heel erg over je doel, over plannen, over wat je eigenlijk wilt bereiken met je leven, in je leven. En ik kan het echt iedereen aanraden. Maar het is wel zo, zie dat niet als iets van ik ga dat even doen. Nee, het is echt een week lang, heel dedicated, vol gas op je leven. Dus het is echt een lus in je levenslijn die je niet gaat vergeten. Ik wens jullie in de challenge weer een week vol gezonde voeding, vol spirit er tegenaan gaan. En ik hoop dat jullie wat aan alle tips hebben gehad. Ik heb trouwens nog wel een paar leuke dingen in mijn vragen opgepakt. Die ik in de volgende video zal gaan behandelen. En het gaat met name over het voorbereiden van je voeding. En hoe kun je dat beter doen, zodat je altijd voeding bij je hebt voor onderweg. Want dat is toch wel iets waar veel mensen over struikelen. Dat ze vaak van huis zijn. En dat ze daarom meer moeite hebben om een voedingsschema vol te houden. Omdat de momenten dat je onderweg bent en je krijgt honger en je hebt het niet voorbereid, dan val je een beetje in slechte voeding. Hey, Lexi! Daar volgende week meer over. Doei! Wauw! Heb je het opgenomen? Mooi, schat. Geen tv kijken, want het is die dag hoe mama het noemde. En dus ik ga het niet doen en ik probeer het niet te doen.
En weet je, ik vind het heel fijn om hier te zijn.